maar zo is het plein. Ik ga met Mimoen praten. Het is weer een bruisende woensdag. De eerste dit jaar, komen er nog meer? Ja, we hebben drie keer bruisende woensdag in 2013. Dus vandaag en ergens in juli en in september. Dus drie keer per jaar. Jullie zijn sowieso in de hele deelgemeente wel bezig met die bruisende woensdagen? Ja, het wordt ook op verschillende wijken georganiseerd. In Oude Noorden en in de Provenierswijk en in de Agnesebuurt. Dat vinden we heel belangrijk. Ja, en wat is er belangrijk aan? Kijk, de bedoeling van bruisende woensdagen is om de sfeer op pleinen te veranderen. Amazonsplein wordt vaak geassocieerd met overlast van jongeren, ruzies enzovoort. En we proberen door middel van deze activiteiten een leuke sfeer neer te zetten. Zodat de bewoners kunnen herinneren een middag die ze met elkaar leuke dingen hebben gedaan, workshops hebben meegemaakt. En dat er gewoon een hele andere zeg maar sfeer gecreëerd wordt op een plein. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met die jongeren op dat plein? Is het nog steeds zo dat het zo'n sfeer is? Volgens mij is dat de laatste tijden wat rustiger. Omdat er ook op pleinen duimdrop is en ook een aantal ouders die hier vaak aanwezig zijn. Maar het gaat redelijk. Marisol, je bent een van de bewoners. Ja. Wat ben jij vandaag aan het doen? Vandaag ik kom helpen met de bewoners. Ik heb hapjes gemaakt van Antillans hapjes. Ik heb gemaakt en ook ik help met thee en koffie delen. En wat vind je nou van zo'n middag? Goed, heel goed. Vooral voor die kinderen met vakantie zo. Die kunnen niet met vakantie gaan, is goed voor hun. Hoe reageren die mensen erop? Ja, ik denk dat de mensen dat leuk vinden. Je ziet dat er toch een aantal bewoners zelfs een workshops hebben georganiseerd. Er is ook talenten die komen opdagen. Ze gaan een dansje of andere. Maar wordt het steeds beter dat ze mensen gaan participeren om workshops te organiseren? Ja, ik denk het wel. Er komt steeds meer mensen gewoon bij die ook zelf activiteiten organiseren. En vaak is het ook afhankelijk van het weer. Maar het wordt ieder jaar meer. En we hopen dat er elke keer gewoon meer wordt. Oké. En wat voor workshops zijn er allemaal? Ja, er is van alles te beleven. Iets met bloemschieken, iets met techniek. Ik zie daar ook sieraden maken. Tekenen, dus van alles. En er zijn nog een aantal kinderen bij Basta aan het oefenen om strakjes een streetdance optreden te doen. Dus er is veel te doen voor de jeugd en voor de kinderen en ouders eigenlijk ook. Wat vind je ervan dat iedereen dan meedoet, bewoners en kinderen? Heel goed, ja. Samen praten en kennis, je buren ook, weet je. Maar is het de eerste keer dat je meedoet? Nee, meestal ik doe het vaak, altijd. Ja. En heb je nou ook meer mensen leren kennen in die tijd? Ja, laten we zo zeggen. Ja. 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 Ga je nu ook beter met de buren om of dat niet? Nee, ik ga niet zoveel vaak buiten. Alleen als het activiteit is, werken en die dingen. Hoe is de sfeer dan als je dan samen met zo'n activiteit bezig bent? Heel goed, gezellig. Wanneer zijn die andere woensdagen? De volgende is op 4 april, als ik het uit mijn hoofd. En de derde is ergens in september. Volgens mij 16 september.